Dit omschrijft precies hoe wij dagelijks geld verdienen. Dag in, dag uit. En in deze speciale video gaan wij jullie laten zien hoe jij dat ook kan doen. Hey, welkom bij Lump Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze speciale video gaan wij jullie in het kader van Project 24 weer de juiste richting in proberen te sturen. En jullie een aantal hele wijze lessen leren met betrekking tot traden. Ja. Ik denk dat dat is waar Project 24 sowieso voor staat. Dat gaan we nu weer doen. We gaan dat nu doen. En we gaan dat op een andere manier doen dan we dat normaal eigenlijk doen. Het is zelfs volgens mij de eerste keer. Wat gaan we doen dan? Uh, dat we dit ooit doen. Wat? Dus we maken al 5, 6 jaar content. Maar dit is de eerste keer dat we dit gaan doen. Wat gaan we doen dan? In kader van Project 24 gaan we uh, deze video in een tweevoud fout uploaden. Dus. In de eerste video wil ik echt een keer het probleem tackelen. Waarom verdienen mensen geen geld? Wat is er nou mis met die mensen? Ja. En we weten dat 90% van de mensen geen geld verdient. Dus daar moeten we iets mee doen. Dat, dat, dat gaan we in video 1 omschrijven. Ja. En in video 2 gaan we dat tackelen. Want voor elk probleem wat hier langskomt, krijg je dadelijk in de vervolgvideo een antwoord. Ja. Dat ja. gaan we oplossen. Want uh, dat ja. is waar Project 24 om draait, hè? Problemen opzoeken en daarna oplossen, verbeteren. Exact. En uh, je kan uiteindelijk die problemen ook alleen maar oplossen door die dingen te doen. Het zijn ook niet uh, 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 zaken die je niet op kan lossen. Nee. Dat is het ook. Nee. Wij, wij hebben ook tegen dingen aangelopen ja. als beginnende trader. En ja. Die dingen kan je oplossen. Ja. En die dingen die gaan we tackelen en die gaan we oplossen. Want de reden dat bijvoorbeeld heel veel mensen falen is door emotie. Ja. En emotie speelt gewoon een hele belangrijke rol bij treden. En als je dan nieuw bent en denk je: ja, dan hebben ze het over uh, fear en over FOMO. Ja. Weet je, ja, de veer als de prijs omlaag gaat en de FOMO van het erin willen zitten als het omhoog gaat. Tuurlijk, daar is wat voor te zeggen. En dat is ook iets wat zeker belangrijk is. Maar er spelen nog zoveel meer emoties uh, of je eigen eigenschappen uh, die je in de weg kunnen gaan zitten. Want als trader leer je ook heel veel, niet alleen van jezelf, ook over treden. Uh, maar je eigen eigenschappen kunnen je, kun je ook gewoon in de weg gaan zitten uh, en die kunnen ervoor gaan zorgen dat jij nooit een winstgevende trader kan gaan zijn. Dat kan, dat kan. Maar die dingen kan je allemaal vegen. beginnend met. Ja, dit, mensen zijn eigenwijs. Ja. Mensen zijn stronteigenwijs. eigenwijs. Mensen willen wel horen, maar niet luisteren. Uh, mensen kunnen uh, heel veel zeggen, maar niks doen. Weet je, dat soort dingen. Dat is gewoon letterlijk wat heel veel mensen doen. Ze luisteren niet. Ze horen wel heel veel binnenkomen, maar het blijft niet hangen. Het gaat gewoon door die buis, gewoon... Woesh, en het gaat in één keer weer eruit en er blijft niks hangen. Um, daarnaast maakt iedereen dezelfde fouten. Ja. En je bent daarin niet uniek. Ofzo, nee. weet je? Het is niet iets, iets, iets. Iedereen maakt die fouten. Wij hebben die fouten ook gemaakt in het begin. Alleen, hoe ga je ermee om? Hoe pak je het op? Nou, kijk, wij, wij begeleiden natuurlijk heel veel mensen. En uh, communitybreed... Uh... Grootste tradingskanaal van Nederland. Ja, daarmee hebben wij wel expertise verkregen En wij kunnen letterlijk zien wat jullie problemen zijn. En die problemen zijn allemaal hetzelfde. Ja. Die zijn niet speciaal. Die zijn allemaal terug te voeren op een paar punten. En nogmaals, dat gaan we in het tweede deel, video 2. Gaan maar, we dat oplossen? Als je daar inderdaad een uh, aantal dingen tegenover zet, kan je die dingen letterlijk ja. wegslepen. Dat kan. Een ander belangrijk punt is, is dat ik denk vooral nieuwelingen, mensen die beginnen met treden, hier te makkelijk over denken. Die denken, ja, dan ga ik wel voor doen dit. Ze zeggen in het begin heel vaak, ik neem dit serieus. Maar doe je dat ook echt wel? Ben jij echt serieus? Of weet je misschien al ergens in je achterhoofd, nee, maar dat... ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik doe het bijvoorbeeld alleen voor de centen. Weet je, dat is hoeveel heel veel mensen binnenkomen. Bijvoorbeeld. Maar je kan deze vergelijking heel makkelijk trekken bij de mensen die willen gaan sporten. Ja. Ze nemen het. Ze zeggen het heel serieus te nemen op dag 1. Ja. Maar na dag 5 zwakt dat al af. Je, ja. Hoe serieus neem je het? Ja. En dat is, uh, is hier ook. Maar je moet nou je ja, het echt serieus nemen. Kijk, project 24. Hm. draait natuurlijk om goede voornemens, maar passen je daden uiteindelijk ook bij de gedachten die je aan het begin van het jaar bijvoorbeeld had. Ja. Heb je nog steeds oké, okay, die gedachtes, van ik wil mezelf ontwikkelen. Handel je daarnaar? Doe je er ook iets mee? Want dat is het enige wat telt, hè? Dat jij jezelf verbetert. Ofwel niet. je niet, kan niet, een heleboel dat, zeggen, maar he, niks doen. Ja, en dat is heel erg belangrijk. Dat, ja. dat je dat echt begint aan te pakken. Nou, uh, veel uh, voorkomend uh, feitje... wat ook, bij, ook voorkomt bij mensen die er gemakkelijk over denken... is gewoon ongeduldig. Het moet snel. Uh, je hebt nu nog helemaal geen geld... maar je wil wel snel een grote bak met geld. Weet je, dat zijn die kleine valkenkuilen... die steeds meer terugkomen en waar iedereen... Uh, Juist ja, kwetsbaarder wordt en waardoor jij nooit je doel gaat halen. Meer risico's nemen, waardoor je ook weer meer verliezen gaat lijden ja. en zo. Dat is allemaal niet. Uh, je hebt misschien wel hele andere zaken niet op orde, waardoor je jezelf in de weg zit. En ja. daardoor wordt het alleen maar moeilijker. Wat ik ook een belangrijk punt vind, en we halen dat vaak in de stream ook aan. We hebben daar zelfs een eigen naampje aan gegeven. Ik ben Tradertje. Ja. En heel veel mensen die al langer naar ons kijken, die weten dat wel. En dat is ook hoe je je eigen voelt dus je gaat beginnen met traden. Je hebt dat account geopend, je bent een weekje bezig met lezen en je denkt, ja. Ik ben een tradertje. Ik ja. kan dit wel. Maar ga even voor jezelf na. 90% plus/minus uh, verliest geld. Waarom? Stel die vraag echt aan jezelf. Hè? Durf tegen jezelf te praten Waarom hoor jij bij die 10%? Waarom hoor jij bij die overige 10%? Zonder dat je nog maar iets gedaan hebt. Nee. Want je denkt, nou, een week al, ik ben tradertje. Ja. Maar waarom zou jij tradertje zijn? Waarom hoor jij bij die 10%? procent? Uh, nou, ja, er zijn nu op dit moment, als jij net begint, zijn er traders die zijn al veel langer bezig als jij. En die hebben al veel meer kennis vergaard. Die weten veel beter waar ze mee bezig zijn. Waarom ben jij 10%? Ja. Waarom hoor jij bij dat stukje? Waarom ben jij trader? Laat, laat dit even tot je doordringen. want dat Wat is, is belangrijk. Je moet gewoon even serieus, dat is gewoon heel kinderlijk, maar je moet even je plek weten als je ja, gaat beginnen nou is... trader. Want je bent er nog lang niet. Dat is gewoon ook weer dat te gemakkelijk denken. Doe ik wel even. Weet je, nee, maar... de, de, de rest gaat er keihard voor. Ik kom net kijken. Wow. Nee, maar het is heel belangrijk om wel te weten waar je staat op dit ja. moment. Want je ja. bent een beginner en je kan je dit helemaal Je staat onderaan op. de ladder. Je, je staat, staat onderaan, de ladder. onderaan de ladder. En je kan zeker bovenaan die ladder komen. Alleen ja, dat, dat vergt een heleboel... Dan moet je er... gaan klimmen. Dan moet je ja. gaan klimmen. Ja, zeker. Uh, ander puntje. Kom, uh, inconsistent... Het, het zijn uh, inconsistentie. Daar wil ik even uh, ook iets tegen. Uh, als je net begint, dan uh, ga je treetjes maken. En die treedjes gaan goed en die gaan fout. Uh, maar... Je hebt een heel handig hulpmiddel daar. Je hebt een hele handige tool en dat is je PL-curve. Ja, en die, ja, en die, die heeft iedereen, hoef je niet ja, eens wat voor neem, te Nee, die laat gewoon zien hoe jij presteert uh, misschien. Teken uh, er even één vanaf beginnersgeluk. Ja, dat je nee, denkt, ja, het gaat goed. Ja, Ik maar tradertje. Het, gaat, het gaat meestal zo, zo kijken en dan een hele grote uitslagen. en Zo, Huppa, nog een keer en dan meestal zo, eindigt het uh, ergens daar. Dat zijn gewoon de grote trades, de grote positie, te veel risico. Uh, te veel volatiliteit. Dat zijn allemaal dingen die je wil voor mij. Te weinig kennis. Ja, te ja. weinig kennis. Het uh, beter weten. Uh, te makkelijk overdenken. Alle punten die we al aan hebben gehaald. En uiteindelijk wil je als consistente trader wil je ooit. Wil je ergens. Uh, en ik kan er ook nog eens een keer een uitzulping in zitten. Maar je wil ergens daar naartoe. Je wil uiteindelijk. Je uiteindelijk wil dat dat dit... een saaie, saaie trendlijn. Ja, je wil uiteindelijk niet dat dit. Ondanks de uitschieters die kant op gaat. Nee, je wil uiteindelijk dat je consistent omhoog gaat. Ja. Dat is waar je naar zoekt. Ja. Dat is uiteindelijk waar je naar streeft. Ja, toch? Je wil sowieso dat het gemiddelde glooiend wordt. En of dat dan zo is, of zelfs nog lichtdalend, is ook. Uh, is, is al, de, uh, lichtdalend, maar glooiend is minder erg als dit. Ja. Is minder erg als volatiliteit. Nou ja, lichtdalend dat... kan, maar wel met uh, proper risk management. Ja, dat, dat laat je, kan je zien aan een PL-curve. Ja, Want wij wat... krijgen wel eens PL-curves van mensen, en dat weet ik al jij ja, je hebt veel te grote posities en je loopt veel te veel risico ja. met je trades. En dan zeggen ze, nou nee hoor. En dan zeg ik, nou waarom komt dit en dit en dit dan? Ja, daar had ik net even ja, iets groter posities uh, niet... maar één keertje, ja. maar één keertje. Ja. Als ik dit al zie, dan weet, weet ik dat iemand er goed mee bezig is. Ja. En dit is de enige manier, geloof mij nou, dit is de enige manier om geld te verdienen. Ja. Want ook wij maken niet altijd winst. Ook wij worden dagelijks uitgestopt. Ja. Dat hoort er gewoon bij, dat hoort bij het spelletje. Dus als je zegt, nou ja, ik volg die ene guy, want die heeft een 90% strijkrate. Ga je geld verliezen, want dat bestaat niet. Nee. Je wordt gewoon uitgestopt. Dat hoort bij het spelletje. Verlies moet je ook kunnen incurseren. Verlies, daar leer je ook uh, van uiteindelijk. Maar het probleem met die PNL-curve is dat die heel confronterend is. Ja. En het ergste zelfs daar, daarvan is: die PNL-curve kan je helpen. Maar heel veel mensen zijn hier helemaal niet heerlijk over. En dan heb ik het nog ineens richting de buitenwereld. Naar zichzelf. Naar jezelf. Naar jezelf. Jij wil leren treden, jij wil geld verdienen. Dan moet je wat met die informatie doen. Nee, dat is zo, want als je dit soort dingen ziet en je zegt, ja, ik ben goed bezig en ik hou me aan mijn riskmanagement. Nee, dit soort gekke dingen, dat kan niet. Je houdt je helemaal niet aan je riskmanagement. Je maakt er een zootje van. Ja. En als je dit ziet, ondanks dat hij omlaag gaat, is het een goede PNL-curve, want je kan niet verwachten dat je vanaf dag één winst maakt, maar je kan wel zien, uh, oké, okay, ik hou me wel aan de regels. Nou, je je aan de regels. Gekke dingen. En goed. uiteindelijk zal dat dan veranderen in een PNL-curve die de andere kant op gaat. Ja. Nou, na verloop van tijd. Maar um, ja, dat is uh, een stukje pnl curve En dat is uh, ja, een, een belangrijke graadmeter. Hoef je zelf niet eens bij te houden. Hoef je niet eens zelf te bouwen op uh, Bybit. Bijvoorbeeld staat dit gewoon in je account. Ja. Kan je gewoon zien. Uh, dus ga daar ook zeker wat mee doen. Ja, en uh, ja. het belangrijke hierin is dus ook gewoon... Je zegt net al, wees eerlijk naar jezelf. Maar wees geen dromer. Nee. Weet je, iedereen wil heel graag heel veel centen. En uiteindelijk ga je dit ook doen omdat je geld wil verdienen. Maar hiermee beginnen uh, met een... Money mindset: dat je alleen maar bezig bent met geld, dat gaat je uiteindelijk geld kosten. Je moet het spelletje leuk vinden, je moet het echt volgens de regeltjes gaan doen. Want heel veel mensen die zeggen: ja, het lukt me maar niet en wat ik wat, en dan ga ik daarmee zitten. En dan blijkt dat die mensen zichzelf niet aan de regels houden. Nee. Er is er maar één die je altijd aan kan wijzen en dat ben je zelf. Ja, en dat is echt waar. Wees gewoon geen dromer en, en te hard van stapel lopen. Ja, dat is hier niet the way to go. Weet je, je moet rustige, realistische doelen voor jezelf zetten. En, Realistisch doel met een reward die ook daadwerkelijk haalbaar is. Ja. En niet een reward waarvan je denkt. Oké, okay, ik begin nu volgende week Millie. Nee, zo werkt het niet. Nee. Zo werkt het niet. Ga gewoon rustig voor jezelf uh, uitschrijven wat je voor reward voor ogen hebt. En de reward hoeft niet altijd uitgedrukt te zijn in geld. Die reward kan ook zijn een les. Ja. Uiteindelijk waarmee je weer stappen vooruit komt. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik uh, doe dit nu uh, laten we zeggen 20 jaar of zo. En als ik nou aan de mensen thuis vertel. Als je een, 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 een return hebt van 5 à 6 procent per maand, wat, wat denk je daar dan van? Nou, dan weet ik wel wat de mensen denken, Chris. Jij zegt toch altijd 1 procent per dag? Ja. Dat is wat de mensen gaan zeggen. Ja. En dat klopt. Uh, wij zeggen je moet streven naar een procentje per dag. Maar de ene dag maak je verlies, de andere dag maak je winst. Stel inderdaad, je komt uit op een 5 à 6 procent per maand. Ja. Uh, dan gaan de mensen natuurlijk lachen, want die zeggen, ja, maar uh, puntje, puntje, beloof me 25% per maand. Ik ben op zoek naar de bonks. 50% uh, per maand. Uh, een Sofo X per maand. En mensen denken dat je daar geld mee verdient, maar... Ik wil een hond met een hoed, ja. wil ik. Nee, maar ik, ik, ik stel dan altijd de simpele vraag terug. Bedien ja. je daar werkelijk geld mee? Laat de P&L-curve zien dat je geld hebt verdiend. Of sta jij eigenlijk te liegen en heb je helemaal geen euro verdiend? Ja. En dat is juist het probleem van social media. Er zijn heel veel kanalen die dit en dit roepen. Maar er wordt op de achtergrond waarschijnlijk vrij weinig verdiend. En ook door de mensen die dit doen en die dit gaan leren. En die zitten dus, weer even terugkomend, die zitten bij die 90%. Die horen helemaal nog niet bij die 10%. Die verliezen geld. Die betalen nu de winst aan die 10%. En daar wil je zo snel mogelijk uitkomen. Als jij bijvoorbeeld 5 à 6% consistent per maand verdient. Dat betekent dat je ieder jaar je vermogen verdubbelt. Het compound. Ieder jaar. Ja, maar het, het compound, het groeit. En dan kan je ieder jaar, als je dat structureel kan, hè, en het, daar komen, dat kost je ook, zeggen wij al, gemiddeld anderhalf tot twee jaar als je wilt leren treden. Nou, dan begin je dus na anderhalf, twee jaar eigenlijk op nul. Want dan kan je het pas. Dan ga je pas vermogen opbouwen. Dus tegen de tijd dat je wat van vermogen op hebt gebouwd, ben je zomaar drie, vier jaar nee, maar... verder. En dat is de realiteit. Maar als je dus 5, 6% meeneemt en je hebt er 5000 euro op staan op ja. dat account. En je kan dus. Structureel dat doen na anderhalf, twee jaar. En je zegt, oké, okay, 5.000, ik verdubbel dat, dat wordt 10.000. Die 10.000 worden er 20, worden er 40, worden er 80, worden er 160. Dan ben je een aantal jaar verder, maar je we wel vermogen opgebouwd. Wat denk jij als jij per jaar 160k kan verdienen? Even serieus. 160.000 euro. En dan ben je wel eerst eventjes een tijdje zoek mee om te grinden. Nee, maar dat, dat is altijd. Kijk, en de, de, de mensen zien die stappen daar naartoe. Dat, dat vinden ze lang. Maar als je vijf jaar zit te kloten en je verdient nog steeds 0 euro, dan ja, is... had je beter wel iets kunnen doen. En dat je nu iets op hebt gebouwd. En hoeveel dat is, dat ja. is voor iedereen anders. De ene gaat sneller en de andere gaat langzamer. Is ook zo. En je komt dan uh, bijvoorbeeld bij ons terecht. Mensen die hier nu nieuw binnenkomen en die zien: uh, oh, Chris koopt een dikke Maserati, je hebt een dik huis en weet ik veel wat. Hebben we allemaal lekker goed voor elkaar, die Chris? Ja. Ik wil dat ook, en dat is meteen dan ook de motivatie. Terwijl die motivatie is dus veel stappen te ver. Daar ja. ben je nog lang niet. Daar nee. ben je nog lang niet. En mensen zien ook niet welke stappen jij daarvoor. Die ladder lopen. hebben wij letterlijk al doorlopen en wij zitten dus nu al op dat niveau dat we dat ons kunnen permitteren. Ja. En als jij vanaf dag één was begonnen, dan had je misschien nu ook al ergens op die ladder gestaan. Exact. Maar je kan niet verwachten dat je in één keer naar de bovenste, de bovenste treden kan uh, uh, springen. Nee, dat Nogmaals. 95, 90 die faalt gewoon omdat ze zich niet houden aan de regels. En aan, aan, aan het, het nalaten van een systeem opstellen. En dat is precies wat we in deze video gaan doen. Ja. Dit is video 1. Daar hebben we hebben het probleem aangehaald. En het probleem is voor iedereen herkenbaar. Herken je je hier niet in, dan heb je een nog groter probleem. Nee, dat is zeker waar. Uh, we hebben daar ook een, uh, een hele mooie benaming aan gegeven, al vaker in de streams. Komen we in de volgende video even op terug. Ja. Want als je op die manier treedt. En dat zijn twee verschillende dingen, hè, wat ik nu ga zeggen. Ik wou zeggen, dan kan het niet misgaan. Nee. En dat het niet mis kan gaan, betekent niet per se dat je geld verdient. Nee. Dat is ook weer heel wat anders. Maar als je op die manier treedt en je aan de regels en dat systeem houdt, dan kan het eigenlijk niet misgaan. Nee. En dat dit, is super dit, dit is foolproof en dit gaat werken, alleen dat gaan we in de volgende video behandelen. Volgende video gaan we hier uh, dieper op in. Project 24. Wij gaan jullie dit jaar aan je oren trekken. Om te zorgen dat je het dit jaar gewoon het hele jaar vol gaat houden. En dat je eind 2024 een klap beter bent dan aan het begin van het jaar. Vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Smash even op de duim. En uh, onderaan deze video komen alle linkjes terug richting wwwcase.nl vind je alle informatie over treden en investeren. En wat wij jullie daarin kunnen bijbrengen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.